We gaan met een klein groepje van de vier grote lopen we uit een van die straatjes. Die pik ik jullie zo meteen apart. Er komt heel wat bij te zien. Je hoort water een première scène opnaam dat meer dan 100 figuranten voorop trommelen binnen. Ik ga vol schoen en ik dacht dat het liep mij wel leuk. Dus ik denk, ik jou me gewoon op en ik dacht mooi en dan zuggen we het wel. Het is wel leuk om zo mooi te mooitje. Dus in principe is jullie blik richting die kant uit, maar het kan beter. De haardrolspielers binnen Kaas Janssen en Tatum Dagelet. In de film speelt Janssen een boer die zijn vrouw verlenen had en hem net meer met leefde dwaande hart. Want het datingprogramma Boerenliefde op zijn hiem opnaam wordt. En hij verheerlijk wordt op de presentatrice, speelde toch Tatum Dagelet. Ja, het is meer een soort kruising, denk ik, tussen Yvonne Jaspers, Wendy van Dijk, Linda de Mol en een ordinaire datingshow. Dus het is van alles een beetje. De plattelandse boer en de liefde, dat lijkt wel succesverzekerd. Nou ja, als je naar Boer zoekt vrouw kijkt, als je daarop doelt, daar zijn mensen heel erg in geïnteresseerd. En die vinden dat natuurlijk... Het zijn natuurlijk ook hele mooie verhalen. En het is gewoon 7 dagen in de week werken. Dus als je alleenstaand bent... Hoe kom je aan de vrouw? Want die vrouwen komen niet naar die boerderij toe. Steven de Jong had meiskreunen aan het scenario van de film. De vergelijking met de populaire televisieserie Boer zoekt vrouw leidt van de hand. Maar de Jong zou het inspireren te wijzen door een film. Ik heb al jaren dat ik heel graag een soort Nothing Hill-achtig verhaaltje vertellen wil. Dat vond ik een fantastisch film. Dus dat is een soort voorbeeld. En een aantal ingrediënten komen dan bij me qua. En ik weet natuurlijk ik op het platteland. Dus dan is de link ik snel gelegd. Nou, ik vind het heel leuk om in Friesland te draaien. En ik maak veel foto's ook. Maar ik moet je wel zeggen dat ik ook merk dat ik een echt stadsmeisje ben. Dat ik, als ik weer terug ga naar Amsterdam, dat ik ook wel eens heb van... Oh ja, lekker. Weet je? Ik zit weer in mijn eigen stadje. De film wordt onder oor opname in Jellem, Bolzert, Rotterdam en Den Haag. In mei, takken hier, dit leven boerenliefde in première.